Hoe kom ik hieruit? Hey, help! Je kunt zo hard schreeuwen als je wilt. Niemand zal je redden. Wat was dat? Ik ben hier om je kwade plannen te stoppen, Eggman. Sonic, je bent mijn held. Maar ik ben bang dat je te laat bent. Niemand kan mij nu nog stoppen. Wat is er aan de hand? Oeps, dus wie is hier te laat? Oh, je gemene egel. Probeer me te vangen. Kijk uit. Wat zeg je daarop, Eggman? Doe dit alsjeblieft niet. Zeg vaarwel tegen je leven. Wat? Deze bubbels zijn zo schattig. Ik voel me net mama's kat. Ben je mij vergeten? Oh, sorry Amy Rose. Nu is het mijn beurt. Ja, het is niet bellen knallen. De kracht van de ring. Hier zit ik op te wachten. Je zit in de val, Sonic. Hij heeft te veel kracht. Oh! Oké, wat hebben we hier? Een gouden ring? Sonic, word alsjeblieft wakker. Ik verlaat je niet, Amy Rose. Mijn hoofd doet zo'n pijn. Het lijkt erop dat onze held wakker is geworden. Tijd om te vertrekken. Haha! Sonic, schiet op. De professor heeft een portaal geopend. Help! Stop! Dag, Sonic. We moeten gaan. Amy, nee! Ik ben te laat. Nu zal ik Amy Rose nooit vinden. En wat is dat? Mijn favoriete plaatsen? Misschien kan ik ze daar vinden. Waar moet ik beginnen? Maak je geen zorgen, Amy. Ik vind wel een manier om je te redden. Laat me gaan, nu! Het lijkt erop dat het hier is. Ja, hij zal je hier zeker niet vinden. Kom op! Wow, topschurk! Oh, oké, genoeg. Ga weg! Je zit in de problemen. Pak aan! Dus wat? Vind je het leuk? Hij is zo nerveus. Hij moet naar een dokter. Ik denk dat je nu aardiger bent om mee te praten. Oké, Amy, dat is het. Excuseer me. Ik kan het niet geloven. Ga weg. De deur gaat zo niet open. Je moet het vanaf de andere kant doen. Echt? Goed gedaan. Ga nu naar binnen. Dat is een goede plek voor jou. Ik moet ervoor zorgen dat Sonic haar hier niet vindt. Dat is beter. Ik ben gewoon briljant. Het lijkt erop dat dit de plek is. Eens kijken. Ja, dat klopt. Maar waar is Amy? Wat? Zo simpel. Hoe weet het bord haar naam? Ik moet het controleren. Ha! Ik heb hem voor de gek gehouden. Hij heeft geen idee dat het een val is. Amy, Amy! Hey, kijk! Hey jij, blijf waar je bent. Ik ben gewoon op zoek naar mijn vriend. Niet schieten. Phew, dat was op het nippertje. Hey, wees voorzichtig. Hoe ben je hier gekomen? Ik zoek mijn vriendin. Maar het lijkt erop dat ze hier niet is. Ik kan niet stoppen. Wat is er mis met hem? Oké, dat is de plek. Amy, ben je hier? Dit is de laatste plaats op de kaart. Jongens, help! Schrijf op waar Eggman Amy Rose kon verbergen. Ik kan het niet zonder jullie. Wacht, wat is dat? Zo raar. Waarom hebben ze geschreven dat Amy hier niet is? En al die kogelgaten? Aha! Oh, Amy Rose. Wat heeft die psycho met je gedaan? Wacht, ik denk dat ik iets gevonden heb. Wat? Een grap? Nam hij me in de maling? Eggman komt daar niet mee weg. Stomme Sonic, daar kom ik wel mee weg. Je kunt me niet tegenhouden. Dan doe ik het. Pak aan. Bedankt, Amy. Precies wat ik nodig had. Ja. Geweldige pinda's. Ik haat deze professor. De lunch is voorbij. Nu terug naar de zaken. Waar ga je heen? Ga terug. Haal dit ding van mijn hoofd. Pas nadat ik mijn machine heb opgestart. Wat is er aan de hand? Brrr, ik voel me niet zo goed. Geweldig, dat betekent dat alles werkt. Bloem, heb je me gemist? Papa herinnert zich zijn mooie vriend. Achie!
Alsjeblieft, geen pollen. Oké, ik kom dichter bij de uitvoering van mijn plan. Als alles klaar is, zal niemand me tegenhouden. Nog maar een paar chips om het af te maken. Je zult niet... Wat is er aan de hand? Het lijkt erop dat Amy Rose's lading niet genoeg is. Nee. Het verpest het plan. Goed dat ik een plan B heb. Sonic zal een geweldige bron zijn. Ik moet hem gewoon hierheen laten komen. Oh, die professor. Waar is Amy? Een snorde psycho? Wat is dit? Oh nee, hij is het. Sonic, Amy Rose is bij mij. Je moet echt opschieten. Ik moet haar redden, wat het me ook kost. Ik weet zeker dat hij hier snel zal zijn. Natuurlijk heb ik een lokaas nodig. Perfetto. Kom op, Val. Volg mij. Kijk, al je vrienden zijn hier. Nu zal hij niet ontsnappen. Waar ben ik? Wat is hij van plan? Oké, ik hoef alleen maar op Sonic te wachten. Is hij er nog niet? Amy, ben je in orde? Sonic, je bent gekomen. Yep, hier is het moment van de waarheid. Oh, ik denk dat het gewerkt heeft. Laten we eens kijken. Wat? Waar is hij? Ben je op zoek naar iemand? Niet nu. Misschien dit. Sonic, dit is het einde. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik geef het op. Heb medelijden met mij. Ik heb jou niet nodig. Amy, je hebt je kans gehad. Ik ben hier. Ik dacht dat je niet zou komen. Te vroeg om te vieren, kinderen. Ik ben zo blij, Sonic. Achter je rug. Hebbes. Nee, geef Sonic niet op. Te laat, zijn krachten zijn al van mij. Een ring, red jezelf, Sonic. Het maakt niet meer uit. Mijn kristal is volledig opgeladen. Daar ga je. Geweldig. We moeten gewoon... Wat was dat? Oké, geen paniek. Het lijkt erop dat hij niet ademt. Oh, je bent helemaal uitgeput. Ik weet wat kan helpen. Het heeft een zeer krachtige lading. Hé, kan je voorzichtiger zijn? Maar 2%? Dat is niet genoeg. Nou, weet je, er is een andere manier. Vrij. 220. Vrij. Oh, dokter, werkt het? Dat is vreemd. Er moet een manier zijn. Ik weet het. Energiedrank. Troom Trick Energy. De beste remedie. Bedankt. Dit zou moeten helpen. Ik voel me zo goed als nieuw. Geweldig. En dit is een servicerekening. 20.000. Laat eens zien hoeveel ik heb. Accepteert u ringen? Wat? Doe je een aanzoek? Dat doe ik. Geweldig. En hoe gaat het met Amy Rose? Ik moet haar redden. Kijk uit, Eggman. Ik kom je halen. Wat? Heeft hij me verlaten? Hier ben ik. Klaar voor de tweede ronde? Hé, waar ging hij heen? Amy! Amy, ik ben hier. Word wakker. Programma geactiveerd. Amy, ik ben het. Sonic. Indringer. Wow, wat is er mis met haar? Richtsysteem. Nee. Ik ben een vriend. Amy, leg de hamer neer. Laten we praten. Doelwit gedetecteerd. Vernietig de indringer. Verzet is zinloos. Alsjeblieft niet doen. Zoeken naar een doelwit. Dat was op het nippertje. Scannen. Dit is duidelijk. Dr. Eggman's truc. Amy. Amy. Ik begrijp het niet. Amy. Hé, het is Eggman's robot. Hij gebruikte onze energie om het te laten werken. We moeten hem stoppen. Maak je geen zorgen. Ik weet wat we moeten doen. Hoe kunnen we het uitschakelen? Water? Het zou kunnen werken. Hé, doel gedetecteerd. Hé, stuk ijzer. Je moet kalmeren. Fout. Ik denk dat we nu veilig zijn. Het is zeker tijd voor haar controle. We lijken op elkaar. Het is zo eng. Hé, Sonic, kijk wat ik gevonden heb. Wat is dat? Dat moeten we uitzoeken. Wees voorzichtig. Laat eens zien, Sonic. Jij bent het. Denk je hetzelfde als ik? Hij had meer moeten uitgeven aan het water dichtmaken. Oh. Het lijkt erop dat we in de problemen zitten. De professor is hier.
Snel, we moeten ons verstoppen. Sneller. Ik ben klaar. Stil, hij is hier. Nou. Laten we onze straal kalibreren. Geweldig, en een beetje hier. Perfect. Oké, Amy de tweede. Nu geef ik je de energie en niemand kan ons stoppen. Start. Zoveel kracht. Yep, ik wist dat het zou werken. Het lijkt erop dat hij werd afgeleid. Hou vol, Amy. Laten we hem nu pakken. Eindelijk. Wie is dit? Wat? Hoe ben je ontsnapt? Hey, misschien was het te veel? Nee, ik denk het niet. Laten we gaan. Die egel weer. Ik haat hem. Wow, we hebben het gehaald. We zijn een geweldig team. Ja, en we hebben ook een kristal. Geef het aan mij. We moeten het kwijt. Voor eens en altijd. Waar is het van gemaakt? Kom op, het werkt niet. Laat mij proberen. Maak je geest leeg. Wees als water. Kia, het doet pijn. Oké, we kunnen niet stoppen. Ik probeer het door te snijden. Turbo-mode aan. Het is moeilijk te hanteren. Kom op. Oh nee, het lijkt erop dat het niet heeft geholpen. Wat moeten we doen? Klop, klop. Heb je pizza besteld? Een pepperoni voor Amy en Sonic. Hebben wij elkaar niet eerder ontmoet? Ik weet het niet. Ik heb net jullie pizza gebracht. Ik heb zo'n honger. Laten we eten. Deze avonturen gaven me eetlust. Eet smakelijk. Ik neem dit in plaats van een fooi. Zo heerlijk. Wacht, waar is ons kristal? Maak je geen zorgen. Het... Waar is het gebleven? Ik heb het op de tafel laten liggen. Het is zeker Eggman's truc. We moeten hem een lesje leren. Maar laten we eerst eten. Oké, dokter Eggman. Laten we deze oude man tonen dat hij niet meer met ons moet zollen. Dat is goed. Sonic, kun je wat serieuzer zijn? Ik stamp op hem. En ik ren over hem heen. Oké, Eggman, maak je klaar voor je afscheidsspeech. Sonic en Amy's superteam zijn klaar voor wraak. Amy, wat is er mis met je uiterlijk? We gaan niet naar een feestje. Wat? Dit is mijn gevechtspak. Oké, laten we gaan. Wacht, ik draag hakken. Bloem, stop ermee. Hey Eggman, had je niet verwacht ons te zien? Nu kun je niet meer ontsnappen. Wat is er aan de hand? Hoe zijn jullie hier gekomen? Dat is het. Hemmes. Wie denk je dat je bent? Niets zal dokter Eggman stoppen. Oh nee, het lijkt erop dat we in de problemen zitten. Dat zijn jullie echt. Wie gaat er eerst? Hou je vast, Amy. Oh nee, mijn wapen. Niet meer zo cool? Amy, ik sta achter je. Ik denk dat ik een idee heb. Tijd om los te breken. Hey Eggman, wat vind je daarvan? Alsjeblieft niet doen. Haal het van me af. Goed gedaan, Amy. Ik heb hem gevangen. Wat zijn jullie van plan? We zullen je stoppen. Maar, alsjeblieft niet doen. Ik zal beter zijn. We zijn geen schurken. We kunnen dat niet doen. Je hebt gelijk. Ik ben er klaar mee om een schurk te zijn. Pak aan. Ik heb het niet meer nodig. Echt? Bedankt, professor. Zelfs een kristal kan geen blaster repareren. Hey, wees niet boos. Hier, neem mijn hamer. Is het echt voor mij? Ik ben de gelukkigste man ter wereld. Laat me je omhelzen. Je bent zo geweldig. Ik ga mijn hamer aan Thor laten zien. En ontvoer ons niet opnieuw. Oh, ik heb een sms. Wat? Nu al? Sonic, het spijt me dat ik te laat ben voor school. Bedankt. Doei. Tot ziens. Dag Amy. Wees voorzichtig. Oh, het lijkt erop dat ik de verkeerde stijl heb gekozen. Ze zijn zo eng. Wie is deze Willy Wonka? Kijk, zoveel roze. Ik zou haar niet eens opeten. Nu zie ik dat de trends in deze school totaal anders zijn. Oh zeker, ik word de coolste meid. Het coolste meisje van de monsterschool is Wednesday. Dan ben ik Wednesday. Oh, ik heb zoveel te veranderen. Misschien is het een slecht idee? Ik weet het niet eens. Zwart haar?
Oké, ik zal het proberen. Huh, weet je het zeker? Zoals zwart? Ik heb zo hard gewerkt om deze look te creëren. Nou, oké. Ik heb mezelf beloofd dat ik populair zou zijn op mijn nieuwe school. Dus dat zal ik ook doen. En deze vlechten zijn niet zo gemakkelijk ongedaan te maken. Kom op, nog een beetje meer. Ja, ik heb het gedaan. Oh, het was er maar één. Ik ga dit doen tot onafhankelijkheidsdag. Woef, ik ben moe. En ik heb mijn haar nog steeds niet geverfd. Ik laat felle kleuren achter in het verleden. Er is alleen een donkere toekomst in het verschiet. Waar ik het populairste meisje van de school ben. Oh ja, laten we groot spelen. Ik ben klaar. Laten we gaan. Wow, dat is leuk. Alleen een beetje duizelig. Oh ja. Ik ben nu een brunette. En wat is dit? Een sok? Och, eerste punt. Klaar. Mooie vooruitgang. Oh, ik ben te licht voor Wednesday. Ik moet bleek zijn. Ik zal die gezonde blos van mijn gezicht vegen. Wauw, zoveel glitter. Ik heb nog nooit gemerkt dat ik eruit zie als een drag queen. Kijk, natuurlijke schoonheid. Zoals het is verschrikkelijk. Ik kan het maar beter verbergen voordat iemand me ziet. Poeh, dat is beter. En nu ga ik mezelf bleek maken. Alsof ik ongeneeslijk ziek ben. Oh, dat is te veel. Ik bewaar deze tranen voor een straatshow in het centrum van Parijs. Haha, oh ja. Meel. Precies wat ik nodig heb. Tjie! Hey, ik heb geen meel meer. Wat moet ik nu doen? Eigenlijk moet ik opruimen. Maar eerst zal ik de huid behandelen. Solarium anti-bruiningsmodus. Nooit geprobeerd. Hoop dat het werkt. Cool, ik zal meer Wednesday zijn dan Wednesday zelf. Nog een punt. Klaar. Ik was helemaal vergeten dat ik ook dit stomme huiswerk moet maken. Monsterwiskunde? Alles over monsters. Interessant. En wie zijn deze jongens? Hey, schrijf in de comments als je weet wie ze zijn. Lippenstift. Misschien deze? Nee. Ik wil een donkere kleur. Dat is niet wat ik nodig heb. Ik ga terug naar het jaar waarin alles zwart-wit was. Wow, cool! Elvis en Kennedy leven nog. En hier is de zwarte lippenstift. Cool, bedankt 57. Ik zal de lippen hebben net als die van Wednesday. Welke nagellak moet ik kiezen? Ik zal deze. Oh, zelfs meerdere kleuren tegelijk proberen. Is het niet te fel? Nee, dat is niet wat ik nodig heb. Ik heb dit niet meer nodig. Au, mijn vingers. Oh, de nagel wordt donkerder. Het is cool en ik hoef het niet te lakken. Het is een natuurlijke kleur. Wauw, ik moet dit allemaal doen. Wauw, dat is zo eng. Oh, ik heb zwarte nagellak. En ik hoef mijn vingers niet te breken. Perfect. Oeps, ik heb geen nagellak meer. Een la? Ik weet het niet eens. Nou, waarom niet? Ik heb toch geen andere opties. En zo werd de duivel uit Jersey president onder de naam Donald. Waar komt die rook vandaan? Vuur! Vuur! Oh nee, de oven! Ik kan niet de kok zijn, maar ik kan wel degene zijn die dingen aanbrandt. Haha, de burrito is bedorven. Oh, dat is een goed idee. Ik zou die dingen toch weggooien. Ik wil geen burrito meer. Ik wil zwarte kleren. Wednesday-stijl staat aan. Ik hoef alleen maar te wachten.
De tijd gaat zo langzaam voorbij. Het drijft de spot met me. Oh, eindelijk! Wauw, een taart. Het ruikt zo lekker. Maar ik heb geen taart nodig. Ik heb zwarte kleren nodig. Ik probeer het nog een keer. Laten we wat koffie drinken. Is dat er ook? Oh, dat betekent dat de kleren klaar zijn. Ik hoop dat ze er niet te lang in hebben gelegen. Oh ja, ik ben geboren om te bakken. Nou, zie ik eruit als Wednesday? Ik kies de schoenen. Nee, nee. Ik moet iets beters vinden. Misschien, ik weet het niet. Nou, natuurlijk. Waarom zouden de schoenen hier zijn? Oh, coole laarzen. Moet ze passen? Oh, sorry. Oh mijn god, wie is er in mijn kamer? Het is zo eng. Maar ik heb de schoenen nodig. Hoe kan ik ze krijgen? Ik heb een idee. Cool, precies mijn maat. Leuke schoenen. Oh, wat? Ik heb het koud. Sorry, vriend. Hoe zit het met krokodillen? Probeer ze eens. Je zult het leuk vinden. Wat een gaaf idee. Ik heb al die make-up niet meer nodig. En dit en dat ook. Ja, ik moet alles weggooien wat ik vroeger lekker vond. Oh, mijn spaarvarken. Hoe gaat het zelfs maar open? Ik moet daar miljoenen dollars hebben. Of zelfs duizenden. Oh goed, het opent met likes. Jongens, like deze video alsjeblieft. Zodat ik mijn geld kan krijgen. Oké, ik ben moe. Ik ga wat chocolademelk drinken. Hey, wat is dit? Waar is mijn telefoon? Ik herinner me dat ik het hier achterliet. Waar kan het zijn? Misschien een andere kamer? Het is niet hier. Misschien hebben de aliens alle telefoons op aarde gestolen. Oh, hier is het. Hoe is dat mogelijk? Ik kom achter de waarheid. Maar eerst maak ik een zaak, zodat ik hem niet kwijtraak. Ja, een hand, zoals die van Wednesday. Ik draag het om mijn nek. Zo griezelig en praktisch. Wednesday-stijl. Ben ik geen genie? Oh, mijn pink! Wat? Op geen enkele manier. Het is een opgezette misdaad. Een aanslag op mijn leven? Ik laat het niet zo. Wat? Geen emoties? Ik kan het aan. Ik zal naar het verleden moeten gaan en mezelf emotieloos moeten maken. Ik lachte te veel. Geen glimlach meer. Dat is beter. Ik moet de test halen. Ik zou helemaal niet moeten reageren. Oh, dat is niet makkelijk. Erg leuk. Ik zou niet zo moeten reageren. Ik moet mezelf bij elkaar rapen. Oeps. Ik kan niet. Het is zo moeilijk. Oké. Ik ben niet gewond. Ik voel niets. Laatste punt gedaan. Nu ben ik Wednesday. Oh, geen emoties. Het is etenstijd. Ik doe het zoals Wednesday. De heetste saus van alle sausen die op deze zonnige aarde bestaan. Je kunt de nuggets niet bederven met saus. Ik voel niets. Ik zal mezelf trainen om kalm te blijven. Wow, mijn maag brandt. Water alsjeblieft. Oeh, ik voel me nu beter. Wacht even. Vroeger had ik vis, nu niet meer. Ik ga een cobra nemen. Dat is echt gaaf. Niet zoals deze vissen. Hoi school. Wauw, ze is cool. Zo stijlvol. Wauw, ze is een echte Wednesday.
Ja, kijk! Oh, schat, gaat het? Oh, laat me met rust. Dat is het. Ik wil geen Wednesday zijn. Ik ben het beu om al deze mensen te plezieren. Ik wil mezelf zijn. Oh, leuk. Molly is helemaal niet vermist. Ze heeft eindelijk iets heel interessants gezien. Er zijn veel coole dingen verborgen onder het stof. De brandende kaarsen laten zien dat hier nog iemand woont. De oude poppen maken Molly bang. Molly heeft een horrorfilm gezien die zo begon. Oeps, oh nee, de deur sloeg dicht. Het is net een horrorfilm. Papa rent naar hem toe als hij het geschreeuw van zijn dochter hoort. Hij mag haar niet weer verliezen. Maar Molly zit al gevangen in het verlaten herenhuis. Hoe hard ze ook probeert aan de deur te trekken, hij gaat niet open. Het is net een escape room. Ze is er met haar vrienden naartoe gegaan. Je moet alle sleutels vinden en de deuren openen. Hier is de eerste. Molly's vingers zijn te kort. Ze had niet al haar nagels moeten afbijten. Het is hier zo'n puinhoop. Ze heeft de rommel opgeruimd en de kamer is veel leuker. Maar ze wil hier nog steeds niet blijven. De boze poppen staren haar aan. En Molly voelt ook steeds iemands aanwezigheid. Het moet de gastheer van de escape room zijn. Er zitten zoveel dingen uit de jaren 90 in deze stoffige doos. Ik hoop dat die schedel niet van de eigenaar is. Iets hiervan kan van pas komen. Kersverlichting die de huisbaas nooit heeft kunnen ophangen. Molly heeft het voor hem gedaan. Je hoeft niet tot december te wachten om in de vakantiestemming te komen. Molly besloot de gastheer te vangen en alle sleutels van hem af te pakken. Papa leerde zijn dochter Graf Maga. Dit gaat pijn doen. Heb jij iets gezien? Reageer hieronder en vertel Molly waar de persoon zich verstopt. Papa krijgt honger van de stress en bestel wings. Iedereen gaat op zijn eigen manier met problemen om. De geur van eten herinnerde Molly eraan hoe hongerig ze is. Haar maag schreeuwt letterlijk, geef me eten! Papa zou graag zijn lunch delen, maar het past niet onder de deur. De vleugels zijn te groot, maar de botten zijn precies goed. Zo gaf hij zijn hond uit zijn kindertijd te eten. Hij was te bang om met hem te spelen, dus kwam hij nooit in dezelfde kamer. Molly is geen hond en ze is niet blij met de botten. De ondankbare dochter waardeerde haar vaders vrijgevigheid niet. Hij gaf haar alles. Zo toont hij zijn liefde voor haar. Dat is mooi, maar ze heeft nog steeds honger. Het huis leeft zeker. Er zit duidelijk iemand in de kast. Kom eruit, man. Hey! Het skelet was net zo bang voor Molly als zij voor hem. Er is hier zeker iemand anders. Oh, hallo knapperd. Kom je hier vaak? Molly kan zelf ook wel een pauze gebruiken. Hey, hou je handen thuis, amigo. Het is gewoon een butler die vergeten is toen iedereen aan het evacueren was. Hij is net een hond. Die wacht tot zijn baasje thuis komt. Hij ziet er eigenlijk wel goed uit. Wat is dat onder zijn voeten? Dat is een interessant tapijt. Nog leuker dan de butler. Het spijt me, vriend. Ja. Oeps. De kleur is niet goed. Hou het even vast. Het wordt zo goed als nieuw. Je kunt het niet echt als een vloerkleed gebruiken. Maar je kunt er een tafel van maken. Dit huis begint op een thuis te lijken. Maar er is nog één probleem. Hoewel de gouden handen van de man helemaal niet het probleem zijn. Ondertussen werd vader wanhopig en belde de politie. Sheriff Kylie heeft al lang geen belangrijke zaak meer gehad. Vermiste meisjes zijn haar specialiteit. Helaas is het spoor totaal koud. Net als haar hart. Haar mentor was een politiehond. Hij leerde haar alles. Zo kwam Kylie bij Molly's vader. Klinkt als een poging tot inbraak. Je zit in grote problemen, meneer. Molly heeft nog 3 sleutels nodig om eruit te komen en haar vader vrij te krijgen. Nu redt zij hem, niet hij haar. Dat lijkt op een sleutel, maar het is te groot. Het moet iets groots openen, zoals een hart of een ziel. De omtrekken van de tekeningen hebben iets nodig om in te vullen.
De zakdoeken van de butler zijn goed genoeg. Molly houdt van knutselen, maar ze is er niet erg goed in. Het opvullen met liefde en zorg zou moeten werken. Alleen twee harten ontbreken. Help Molly. Geef deze video een like en ze krijgt de hartjes die ze nodig heeft. Oh, heel erg bedankt. Hier is de sleutel. De uitdaging is half voorbij. Of ze is pas halverwege, afhankelijk van hoe je het bekijkt. De butler was op zoek naar zijn zakdoek. En hier is het, in zijn zak. Dat is geweldig. Blijkt dat de man Gabriel heet, maar Molly noemt hem nog steeds butler. Gouden gebruiksvoorwerpen hebben klasse. Maar dit kostbare metaal kan voor iets beters gebruikt worden. Molly maakt een speciaal gerecht. Gabriel is bang voor haar. Eerlijk gezegd, dit recept maakt mij ook bang. Ik zou het niet eten of drinken. Maar het is alleen voor haar. Kan Molly's spiegelbeeld nog mooier zijn? Echt niet, toch? Maar ze zegt nooit nooit. De gouden lijst op de spiegel maakte het duurder. Zelfs Gabriel raakte geïnspireerd. Drinkt hij goud? Hé, wat ben je aan het doen? Het zit zo. Hij droomt al heel lang van gouden grillen. Dromen komen echt uit.